Dag reviewvrienden en vriendinnen, want er kijken steeds meer vrouwen naar dit kanaal. En dat is maar goed ook, want jullie zijn welkom. En ik ben er gek op, dat je dit even weet. Wat zit er nou toch onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Het is voor jullie een vraag. En voor mij ook nog, maar nu is het een weet. Ah, onze Achmed is lekker in thema bezig. En dat vind ik altijd mooi. Uit Schotland, sneeuwballen. Sneeuwballen, hoe verzint die het hem? Oh, mooi. En waar komt dit vandaan? Even koekeloeren. Ja hoor, uit Engeland. Sneeuwkusterd. Dus sneeuwpudding drap. Mooi. Met de sneeuwman. Die is alweer weg. Maar dat maakt niet uit. Want als je naar buiten kijkt, kan hij zo weer komen. Op zijn sleetje. Hé? Godverdikke, de slee van mijn kinderen is gisteren gestolen. In het bos. Geen tegenkom die dat gedaan heeft. Af, hè? Laten we eventjes gaan kijken. Moet je dit zo uit een blikje opslobberen? Hoe zit dat? Even kijken, horen. Nou. Ik moet het in een sauspannetje gooien. En even een beetje roeren. Laten die koken. En dan doen we dat toch. Dan kunnen we dat straks samen met deze sneeuwballetjes lekker opeten. Even in het pannetje doen. Dat zo. Oh, ik heb er wel zin in vandaag. Jeetje, kom vast door het leuke weer. Wat een verschrikkelijk rot weer. Ja, ja, hij is klaar. Onze custard. Dat is wat het is namelijk. Het is gewoon custard. Het is eigenlijk warme vanillevla. Laten we eerlijk zijn, vanillevla. Ik hou ervan. God, wat is die lekker. En dit is warme vanillevla. Is dat vies? Nee, dat is heel erg lekker. Oh, maar Jan, jou niet van zoetigheid. Je wordt overal misselijk van. Klopt. Maar niet van warme vanillevla. Zeg gewoon warme vanillevla. In Oostenrijk pleuren ze dit onder warme afvalstrudel. Een warme afvalstrudel die altijd dat een badje doet in de warme vanillevla. Er zit skimmed milk in, buttermilk, sugar, modified starch, dat is bindmiddel, palmolie, nog meer melk. En dan wat smaak- en kleurtroepies. En dat is het. Er zit eigenlijk helemaal geen moer in. Maar lekker is het wel. Maar, dat is niet het enige sneeuwproduct dat ons Achmedje heeft opgestuurd. Want we hebben namelijk ook nog een paar van die heerlijke sneeuwballen. Die had ik gisteren trouwens ook tijdens het sleeën. Ik maak hem. Ik heb geen schaamte meer. Ach, kijk wat leuk. Apart verpakt. Alles wat ik lekker vind. Chocola vind ik niet lekker. Gordroge kokos vind ik niet lekker. En een marshmallow in de binnenkant vind ik ook niet lekker. Maar dit is geen marshmallow. Oh, dit is van het zachte spul. Dat is echt lekker, jongen. Neem het even helemaal terug, van het is niet lekker, het is niet lekker. Ja. Ik ben nu na de tweede hap misselijk, maar dit spul is inderdaad een soort van marshmallow-achtig. Maar wel zoals marshmallow is als je een half uur boven een open haard hebt gehangen. Dus hij is ook, hij is al loperig. Probleempje, er zit melkchocola omheen. Als ik chocola moet eten, moet het puur zijn. Melkchocola vind ik niet te bouten. Dat is echt niet voor kleine kinderen. En die leeftijd heb ik al gehad. Die kokers overal in en op. Het doet mij het broekje niet bollen, dus hoeft ook niet. En inderdaad, ik heb nog geen halve op. En ik sta op het punt om een beetje te moeten koren. Voor iemand die niet zo heel goed tegen zoetigheid kan, is het niet bevorderlijk om eerst een halve bak custard op de kanen. En daarna te beginnen aan de marshmallow sneeuwballen. God, zou ik raken. Zeg maar nou. God. Het is zo slap, het valt gewoon uit elkaar. Ik wil dit graag een reviewkanaal houden. Want vorige keer dat ik iets meer politiek getinte praatjes had, werd ik al snel de YouTube uit de Positive World Community verbannen. Dus ik doe een beetje voorzichtig tegenwoordig. Maar het is toch wat, hè, met al die kou en sneeuw en ijs. Dat zou toch nooit meer terugkomen? Ah, verder hebben we het niet over. We hebben het hier over de producten, want daar gaat dit over. De custard, fantastisch. Dit is voor kleine kinderen, die vinden dat leuk. En lekker.
En ik vind het gewoon prima, maar niet voor mij. De sneeuwballen uit Schotland zijn hartstikke leuk. Ze worden al gemaakt sinds 1890. En dat zegt dus wel wat, want blijkbaar vreten die mensen na anderhalf eeuw ze nog steeds op. Koop deze sneeuwballen voor je kinderen, maar niet voor jezelf. Want het wordt huilen, het wordt braken. Wel leuk, hè, in deze tijd. Dus de sneeuwballen die krijg ik voor mij een 6. Ondanks dat ik in mijn hele leven nooit meer zo'n sneeuwbal in mijn mondje wil. Dan heb ik liever een ijsbal voor mijn snuffertje. Hè? Ja, mooi. Ik kan over de winterkusterd met de kerstman heel kort zijn. Dit is heerlijk. Dit is gewoon heerlijk. Het is op smaak. Beetje vanille. Gewoon dikke vanille. Drap. Gewoon vla. Warm. Opslobberen. Warm in het buikje. Ik denk, lekker. Ja, deze custard, die krijgt van mij een 8. Nu hoor ik jullie denken, ja leuk Jan, Engelse custard. Kunnen we naar Engeland voor een blikje warme vanilledrap? Nee, dit kan je ook gewoon in de supermarkt in Nederland kopen. Alleen dan niet met het kerstmannetje en dan niet van Ambrosia. Maar van een ander merk, staat gewoon custard op, klaar. Hup, flikker in het pannetje, opwarmen. En ik weet niet of ik deze al een cijfer heb gegeven. Het begint toch ook zo langzamerhand een beetje geheugenverlies te krijgen. Maar deze die krijgt van mij gewoon een lekkere 8. Want alles klopt aan het product. Simpel, makkelijk, goedkoop, lekker, top. Nou, mooi. En dan vragen jullie af. Jantje, ga je nu even lekker naar buiten? Ga je lekker sleetje rijden? Ga je lekker schaatsen? Ga je sneeuwballen gooien? Ga je sneeuwpop maken? En daar het antwoord op is, nee. Blijf lekker binnen.